Vriend. Leuk weer. Hey, even één ding. Ja? PSV Feyenoord. Ongeveer waar in het filmpje gaat het erover? 2-21 toch? 3-21. Ja, want je moet die kijkers vast blijven houden. In de eerste 15 seconden, waar gaat het om? Ja, superleuk. Ik ga me niet vertellen dat we nou tot 2-21 of 3-21 gaan zitten wachten dat jij gaat zitten lezen dat er niks gebeurt in dit filmpje, toch? We kunnen het toch wel ergens over hebben tot we bij PSV... Van Praag? Oh, ja. We zijn wel losers aan het worden, hè? Nederland. Ja, hè? Ja. Als je ziet hoe PSV verloor dankzij de scheidsrechter. Ja. Het hoeft hoe het Nederlands elftal verloor dankzij de scheidsrechter. Hoe Michael van Praag verliest omdat hij een tikje naïef gerekend erop dat... Hij tegen ja, alle viezigheid en loesigheid in kan winnen. Terwijl, zo werkt het gewoon niet. Weet je wat ik zo... Wij moeten gewoon viezer, gemene, smeriger zijn. Ja? Ja, dat denk ik. Oh. Nou, dat is wel een raar moment in de tijd om dat te vinden. Terwijl iedereen juist zegt van we moeten allemaal wat normaler worden. Het woord normaal is zo'n beetje afgeschaft eigenlijk. Niks is meer normaal. Nee. Maar wij zijn ook niet normaal. Nee, dat is echt niet normaal. Maar jij hebt je trouwens met scheren, je hebt een bot mesje gebruikt. Ja. Kan je even... Moet je kijken hier, inzoomen. Ja. Even wachten. Moet je kijken man, dat is lelijke rash. Nee, maar dat komt ook door dat het zo zweterig weer is. Ja? Ja. Wel goed weer voor... Nee. Je weet wat ik wou zeggen, hè? Ja. Oh, ik dacht zwemmen. Op hoeveel zitten we ongeveer nu? Nou, nog even. Twee dingen. Ja. Over die kwestie van Praag. Ben jij ook zo benieuwd wat de afgevaardigde van de Tsjechische Voetbalbond heeft gestemd? Die moet toch op Van Praag stemmen? Wat maakt dat nou uit? Nou, Van Praag. Tsjechië. We houden ze bij, we hè? Houden dus. Ze. Kunnen we beginnen? Oh, ja. Zitten we op 2-21? Nog niet helemaal, maar dat is niet erg. Geweldige affiche. PSV Feyenoord. Ik zie hier in VI, ze moet het waar zijn, examen in Eindhoven. Wie examen. Doet er dan examen? Nou, dat zal dan Feyenoord toch... slaagt wekelijks met vlag en wimpel. Waar gaat het dan over? Maar 24. Zou je misschien ook je eigen opinie kunnen vormen in plaats van alleen maar de VI te citeren? Ja, maar ik ben heel erg druk met de verpleeghuiszorg in Nederland. Dus ik heb even de focus op andere belangrijke dingen. Nee, dus als jij nu even voor PSV doorpraat... heeft 2 dagen langer rust dan Feyenoord. Ja, dat is wel essentieel. En speelt thuis. En het record van PSV tegen Feyenoord thuis is gruwelijk, hè? Gruwelijk. Goed. Ja. Ik vraag me wel af of Cocu weer gewoon de Eredivisie basisopstelling gebruikt. En niet weer met 7 verdedigers en 3 aanvallers gaat spelen. Ja, dat is toch terecht dat je dat doet tegen Atletico Madrid. Man, heb je Hendrik zien spelen? Daar had Ramselaar de hele wedstrijd moeten lopen. Nee, ik was in Oldenzaal. Ik had de lezing over Alzheimer. Sorry. Echt? Ja. Oh, dat weet je nog wel, dat het in Oldenzaal was. Oh. Ga je grapjes maken over Alzheimer? Nee. Mag! Nee. Mag! Jawel, om zoiets zwaars te verlichten mag je daar grapjes over maken. Daar heb ik geen probleem mee. Nou ja, in mijn lokaal suffertje staat dan heel vaak bijvoorbeeld een aankondiging dat er dan en dan weer een Alzheimer café is. Ja, daar kom ik vaak in Alzheimer cafés. En dan denk jij natuurlijk... Daar zit niemand. Nee, daar zit niemand. Die weten het niet. Die gaan weg, die gaan naar het Alzheimer Café en dan halverwege weten ze niet meer welk café het was. Nee, maar het zijn doorgaans ook de mantelzorgers van de Alzheimer patiënten die komen. Pff, met dit weer mantelzorgen zijn. Ping! Even serieus, goed, de wedstrijd. Luister, kijk. Als je nou eens Feyenoord heeft gewoon nog geen punt gemorst, hè? Nee. Ik heb vertrouwen in Feyenoord. Ja? Meer dan ooit. Ja, normaal gesproken, als je dit moest bespreken en Feyenoord ging... stapte ook nog maar in de bus naar Eindhoven, dan wist je dat gaat niet goed. Nee. Maar nu heb ik daar wel een beter gevoel over. Hm. Ik vind het allemaal nog, nou ja, oké. Tegen ADO was het, met name in de eerste helft, echt af en toe heel goed. Maar ik heb het gevoel dat het toch nog op te broze... ondergrond? Ja, is gestut. Hm. Nee, snap je wat ik bedoel? Ja. Ik vind PSV jij verder... Bent nog niet over dat, luister, Hugo, eigenlijk doet Feyenoord examen. Ja. Wat er in VI staat, ja, het klopt wel een beetje. Ja, toch? Ja, Kuyt, als die in actie is gekomen op donderdagavond en hij moet zondag ook volle bak, 36 jaar, mm-hmm. Kan dat? Ja, dat kan niet, maar
niet de hele wedstrijd. Nou ja, je ziet, er wordt natuurlijk veel aan ouderdomsdiscriminatie gedaan. Je weet, ik ben er nogal een geëngageerd type, vandaar ook deze bril, deze uitzending. Michael van Praag is natuurlijk eigenlijk ook geslachtofferd op basis van zijn leeftijd ook mede. Ja, hè? En dat vind ik wel een ernstige zaak. Ja, ze zei van hij kan toch maar één termijn, want dan is hij te oud, dus dan kiezen we maar die andere. Ja. Ongelooflijk natuurlijk, maar goed. Ja, dat is heel lelijk. Maar ja, ik vraag me wel af of Kuyt dat aan kan. 2 wedstrijden in 3 dagen. Vriend, iets anders en vrij serieus. We gaan nu weer over op het oude systeem 1x2 voorspellen. Oh! Vind je het goed? Ja. En dan gaan we het vanaf nu ook weer vanaf nu? Ja, bijhouden op het bord tussen ons. Er is geen Betweters Challenge, dus zeg het maar. PSV Feyenoord, een 1, een X of een 2? Jij eerst. Ik zeg een 1. En er vallen 3 doelpunten. Ik zeg een X en er vallen 4 doelpunten. Dan kunnen we naar Heracles tegen Ajax. Daar kunnen we kort over zijn. Heracles gaat dit niet winnen. Nee, dat lijkt mij niet. Dat is ook niet spannend, hè? Ik denk, zie je echt weer helemaal terug op Twentse grond. Die ruikt dat kunstgras daar in Almelo. En die gaat beter spelen dan de vorige keer. Vond ik leuk. De vorige keer, vorige wedstrijd, debuut van Ziyech, werd heel erg gemengd ontvangen. Ik merkte dat de kenners er niet uit waren. Nee, veel wisselende meningen. Wat vond jij? Ik vond het zeer goed. En dan... Nee, zeer goed. Dat is een 8. Schij nou uit, man. Ik vond het zeer goed. Echt was, het was gewoon een 6 plus. Nee. Je zag de kwaliteiten van de afdruipen. Tuurlijk. Je zag waar dit naartoe gaat. Maar dan zeg je toch niet zeer goed? Onder deze... Als je nou een cijfer geeft, geef jij dan een 8? Ja, en dan zal ik hem motiveren dan? Nou, vooruit. Goed. Dus er is een club en die zegt... Nee, zeer goed is een 9. Ja, er is een club. En die ruim voldoende was een 7. Dan had je goed was een 8. Zeer goed is een 9. En een 10 is? Uitmuntend. Ja, dat weet hij nog. Dat was het niet. Helemaal mooi. Maar jij gaat toch geen 9 geven voor die wedstrijd? Aan Ziyech. Ja, ik wel. Onder die omstandigheden. Bekritiseerd als aankoop. Ze wilden hem eigenlijk niet. Ze wilden hem eigenlijk toch. Dan zou ik zeggen, een normale Ziyech zou zeggen, dan hoef ik al niet meer. Maar hij ging toch. Iedereen... Keek naar hem. Hoor je hoe ik het woord druk probeer te vermijden, ja. Want dat kent ze echt niet. En dat vond ik het mooie. Hij voetbalde daar gewoon gelijk lekker mee. Dit gaat een heel erg groot succes worden. Nee, dat geloof ik ook. Dus oké, nou kom maar met de uitslag. Jij zegt Ajax winnen, ik zeg ook Ajax winnen. 2. Ik zeg er vallen 4 goals. Oh, is dat nieuw dat we van alles... Oké, vallen 4 goals. Dat vind ik leuk. Is leuk, hè? Ja. Er vallen... Nee, er vallen maar 2 goals. 2 goals? Ja. Oké, goed. Wie staat mij hier al de hele tijd een soort van aan te staren eigenlijk? Onze gemeenschappelijke vriend! We hebben hem. Kersvers. De nieuwste van de Gijp is uit. Ja. En het leuke is, binnenkort komt Michel van Egmond toelichten hoe het was om dit boek geschreven te hebben. Michel van Egmond, vriend van onze show. In deze show? Ja. De grote Michel van Egmond daalt zijn showtrap af om hier te verschijnen. En deze geven we weg. We moeten alleen nog even iets verzinnen waarom mensen menen recht te hebben op dit boek. Verzin jij eens wat? Oh, ze gaan weer mailen. Een woordgrap over Van der Gijp? Ja. De beste slechte woordgrap. Over René van der Gijp. Wie wint dit boek? Snel naar de vooruitblik. Ja, het is weer goed. Heel kort, Twente-ADO. ADO zal toch aangesloten zijn? Een 1. Ik zeg een X. 2 goals. Ik zeg 3. Een X en 3 goals kan niet. Dat kan toch helemaal niet, man. Hij is zo dom, die man. Hij is dom. Een X en er vallen... Zet even een bril op, dan lijkt je wat slimmer. Doe maar. Een X en er vallen 0 goals. Dan PEC tegen AZ. PEC AZ. Ja, 2 natuurlijk. En 3 goals. Ik zeg ook een 2. Alhoewel ik denk dat PEC ook wel een keertje zichzelf weer gaat terugvinden. Nee, joh, wel nee. Heel moeilijk seizoen. Ik zie helemaal niks meer. Nee, moet je hem omdraaien. Oh. Willem 2 Excelsior. Kan je wel zien met die bril? Ja, Willem 2 Excelsior. Dat wordt een X. Nee.
Heb je Excelsior zien voetballen? Oh, genieten. Echt genieten. Maar stel je voor, hè? Hey, ja. Stel je voor, Bruins en Kolwijk raken geblesseerd. Ja. Stort het als een kaartenhuis in elkaar. Dat is bij Ajax. Bruins en Kolwijk zijn subtopklasse. Als bij Ajax Ziyech geblesseerd uitvalt, blijft er ook niks meer over. Nee, dat weten we, dat hebben we gezien. Ja, toch? Ja, dus dat is het principe van als mijn tante een piemel had gehad, dan was het mijn oom geweest. Daar moet je niet over beginnen. Oh, dat is een leuke uitdrukking eigenlijk. Want dat klopt wel, hè? Ja. Ja. Geen woordgrap. Nee. Dus, ik denk dat Excelsior dit wint. 2 en er vallen 3 goals. Heb ik al gezegd hoeveel goals er vallen? Nee. Nee? Nou, dan wou ik dat graag zo laten. Het is weer een gekke uitzending geworden. Oh, dat kan niet. Het is een gelijk spel. Nee, dat kan niet. Hè? Nee, dat kan niet. Nou, dan zeg ik 3. Oh, dit is weer een gelijk spel. En 3? 5. Nee, dat kan ook niet. En 3 bestaat niet meer. Het is een x. 2. Vroeger was het een 3, nu is het een x. 1 wordt het. Toch zit er nog wel één voordeel aan. Wat? Dat Michael van Praag het niet is geworden. Waarom? Hij is nu gewoon nog de voorzitter van de KNVB. Ja. Nou. En dan? Hij kan nu toch gewoon puin gaan ruimen. Eindelijk kan hij zich concentreren op waar hij ergens voor is aangesteld. Maar is het een puinhoop bij de KNVB dan? Slaat Dolly Parton op haar rug.